niet mijn sterkste punt. Het is zwaar om kind te zijn. Heel veel gedaan. Want ik zag online dat ze er dus wel staan. En dan wil ik hem wel gewoon aan, want er kan echt niks meer bij. De avond is echt zo snel helemaal vol. Goedemorgen, dit is hoe ik wakker word. Wat lief van jou, Sarah. Ja. Oké, dus ik luister nu even zij aan zij van Kinderen voor Kinderen. Ondertussen nog even aan het ontbijten. En vandaag komt de schoolfotograaf, als het goed is. En ik helemaal bereid dus, want ik word helemaal mooi opgemaakt door mama. Niet echt opgemaakt, maar opgeklapt. Opgeklapt, bedoel ik. Nou, dus nu even eten en daarna me aankleden en gelijk een nieuwe t-shirt aan. Wat je nu ziet is mijn mooie pyjama. Ja. Maar zo ga ik wel even veranderen, joh. Want dit outfit kan ik niet aanlaten. Dat outfit is dit kleine pyjamaatje is niet zo mooi. Ik ben aangekleed en opgemaakt en dat ga ik laten zien. Niet mijn sterkste punt. Top is van Karen Millen. Broek, dat is deze van Levi's. En laarsjes van Vagabond. Oké, Sarah heeft geen zin om te lachen. Maar dit is de outfit van vandaag. En mama, dit is trouwens geen crop top. Want de crop top is een beetje tot hier. Ja, het is een beetje een gekropte top. Maar hij is nog een beetje oversized bij jou. Maar dat staat wel leuk. Het is een wat stoerder outfit dan dat we normaal hebben. De replaced onderbroek van Jinjo en Shirt River Island. En alleen heb ik last hier zo bij mijn teen. Ja, maar je hebt gewoon last van je teen. En ook last van een bult. En een bult, ja. Het is zwaar om kind te zijn. Onderweg naar school voor de schoolfoto. Zo, eerst tijd voor een theetje. En dan ga ik even zo snel wat dingen doen. Even een wasje draaien. Even stofzuigje uit huis halen. Dat soort dingetjes. Allemaal lekker verkleinend worden. Het is natuurlijk maar een korte ochtend, dus ik ga dadelijk wel even snel tempo erin zetten, want ik wil gewoon dat we de middag even lekker tijd hebben. Heel veel gedaan, natuurlijk niet zoveel als ik zou willen doen, maar ja. That's the story of my life. Wat is nou? Dat ik denk dat ze rozijnen van een spijt. Volgens mij zijn ze op. Ik zie ze hier even wat liggen. Dan maar een boot. Ik doe meestal één boterhammetje dan en één rozijnenbol. Nou, dit brood is wel gelijk op, dus dat scheelt. Dus dit laat ik vast even ontdooien voor als ze zo dan uit school komt. En dan kan ze gelijk eten en dan kunnen we dadelijk nog wat. En ik wil zo brood roosteren. Maar ja, als ik het bevroren erin doe, hij heeft een speciaal stand ervoor. En hij staat precies op een bepaalde stand. Dan wordt hij precies zoals ik wil. En op de een of andere manier, als ik hem laat ontdooien, wordt hij net niet... Krijg ik hem net niet precies hoe ik het wil. Dus ik laat mijn brood er nog even in. En die is zo klaar erin. Oh, ik heb nog een kwartiertje. Dan moet ik de deur uit. Mijn energiebom is weer uit school. Dus de hele tijd heen en weer. En naar voren, naar achter, naar voren, naar achter. We zitten alweer in de auto. We hebben net snel gegeten. Dus er kwam ook precies tijdens het eten nog heel even kort langs. En nu gaan we weer proberen om naar de tulpenvelden te rijden. Want ik zag online dat ze er dus wel staan. Even kijken hoor, als het goed is. Ik had het adres erin gezet, dus we gaan gewoon weer een poging wagen en hopen dat het dan nu wel lukt. Spannend, hè, Mop? Ja, en kijk, ik en heb trouwens een verjaardag gehad van iemand en toen heb ik dit lieveheersbeestje, die ketting. Dan is dit het bandje en dan moet je dan eerst in dit ding doen en dan moet je deze er zo over doen. Ja. Ik heb de uitleg niet meegenomen, omdat ik toch al weet hoe die moet. Ja, je zit toch al doen in dat bakje. Ja, dan gaan we snel en dan, daarna gaan we ook nog even... Langs je moeder! Ja, langs oma, want daar moet ik ook even snel nog wat op. Ja, en even boodschapjes doen. Ja, nou, snel een boodschapje halen. Van een dingetje, dat is niet... Een boodschapje halen? Ja. We kunnen geen boodschapje halen. Ik snap niet dat mensen als ze stil gaan staan altijd in het midden van de weg gaan staan, weet je. Gaan we een beetje aan de kant. Zo stom. We zijn er nu dus bijna en we rijden langs de plek waar we vorige keer
zijn gestopt en waar we het niet konden vinden. Alleen, ik heb zelf de locatie ingestuurd en nu stuurt hij me dus gewoon een stuk verder. Dus dat is echt heel raar. Misschien waren we per ongeluk een beetje te... Ja, we waren gewoon niet ver genoeg. Dat is dus waarom we het niet konden vinden. En dat is raar, want ik heb dezelfde aangeklikt. Hetzelfde adres. En nu stuurt hij me gewoon 1,5 kilometer verder, ruim. Dus, ja. Maar we gaan hem nu denk ik dus wel vinden. Vandaag geen thee met koekjes, maar thee met taart. En ik heb echt maar een klein stukje genomen, want ik ben veel te goed bezig. Het wordt vroeg schemerig buiten. Maar goed, toen we thuis kwamen hebben we gegeten. Toen ben ik met Sarah samen de was gaan ophangen en zo. Het is altijd super gezellig, klaargemaakt voor bed. Best wel een hele tijd zitten praten samen. En toen gelijk achter mijn laptop gegaan. Dus daar ben ik bijna mee klaar. Een vaatwas staat ook aan. Ik haat het als die aan staat overdag, maar hij is gewoon vol. En dan wil ik hem wel gewoon aan, want er kan echt niks meer bij. Dus. En ik ga gewoon niet dingen met de handen staan doen als ik een vaatwas heb. Of tik ik, daar ben ik echt eigenwijs hoor. Dus, maar dan hoor je hem heel de tijd. Het is niet dat hij heel veel herrie maakt, maar ik vind het gewoon vervelend. Ik heb het liefst dat hij 's nachts draait. Maar ja, ik wil ook niet dat mijn aanrecht helemaal vol staat. En misschien kan ik hem dan nog leegruimen voordat ik naar bed ga. Maar goed, dat was een heel lang, niet boeiend verhaal. Avond is echt zo snel helemaal vol voorbij gegaan. Want ik heb geëdit, Sarah werd nog wakker, daar ben ik nog bij geweest. Ik heb allemaal telefoontjes gehad, noem het maar op. Het is gewoon bedtijd, het is te laat. Het is gewoon echt te laat. Ik ga niet zeggen hoe laat, het is niet zo erg als het kan zijn, maar het is niet voor 12. Dus ik ga snel slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!